Oh, absoluut. Dit is het einde van het tijdperk. Het einde van het tweede Elisabethaanse tijdperk. En we hebben het er inderdaad ook vaak over gehad. Hoe bijna niemand in het Verenigd Koninkrijk, dan moet je echt boven de 70 zijn, anders weet, anders kent. Hè. De Queen was het behang waar tegen het gewone alledaagse leven zich afspeelde. Ja. Ze was ook de connectie met de Empire, hè, met het grote Britse Rijk. Ze was ook het laatste contact, zo je wil, met de generatie van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En bovendien, en dat is zo ontzettend belangrijk, de Britten zitten weer, zoals niet voor het eerst, zoals was wel vaker gebeurd, in een identiteitscrisis. Ze weten niet wie ze zijn, waar ze zijn. Ze kennen hun plaats op de wereld niet meer. Ze weten niet eens of het Verenigd Koninkrijk nog de moeite is om voor te vechten. He, er zijn Schotten die eruit willen. Er zijn hele sterke sentimenten van afscheiding bij de Ieren bijvoorbeeld. En de Queen was het symbool, was de enige die al die verschillen bij elkaar hield en al die tegenstrijdigheden samenbracht. Ja. Als dat niet wegvalt, ja, dan denk ik dat de Britten toch wel een zenuwinstinking krijgen, omdat ze absoluut niet weten hoe het zonder de Queen verder moet, wat betreft dus die eensgezindheid.